vandaag op straat. De zomerperiode breekt aan en ik wil heel graag weten wat u gaat doen deze zomer. Het is hier in Nederland nog niet heel erg mooi weer geweest. Dus wat zijn de plannen van de Bredana deze zomer? Gaat u op vakantie? Zo ja, waar gaat u naartoe? En neemt u dan nog extra maatregelen met betrekking tot de veiligheid van uw huis? Vraag op straat, vraagt het aan u. Wij gaan naar Spanje. Wij gaan half juli gaan we een paar dagen naar Engeland met de hele familie. En hopelijk dat het daar mooier weer is. Ik ga over een maand naar Amerika voor een jaar als uitwisselingsstudent. En dan ga ik naar het zuiden, dus lekker warm daar zo. Ik hoop op vakantie naar Albufeira met vrienden. Lekker biertjes drinken met maten. Dus ja. Ik ga de hele zomer werken en ik ga 10 dagen nog op vakantie. En die 10 dagen op vakantie, waar gaat de reis naartoe? Naar Lanzarote. Ik ga lekker met mijn ouders op vakantie. En waar gaat de reis naartoe? Naar Saint-Tropez. Dat is heel erg lekker, ben ik ook wel eens geweest. Wat verwacht je er precies van? Nou, gewoon lekker ontspannen, op het strand liggen, een beetje zwemmen, dat. En hoe lang ging je, zei je? Ik ga een week naar Saint-Tropez en dan gaan we ook nog 2 weken naar Terschelling. En dan ben je dus in principe 3 weken van huis. Zijn er dan nog voorzorgsmaatregelen die jij of je ouders treffen met betrekking tot de veiligheid van je huis? Is er iets wat je speciaal doet? Er is iemand in ons huis die om de week even langskomt om te kijken of alles nog in orde is. We doen alles goed op slot, toch? Ja, verder niks. We zorgen altijd dat iemand de sleutel heeft die regelmatig gordijnen open dicht doet, post weghaalt. En ja, meer kun je eigenlijk niet doen. Als ze binnen willen, komen ze toch wel binnen, zeg maar. Dus, Er is iemand die voor onze beesten zorgt en voor de post. Verder doen we daar niks aan. Nee. Wij sluiten alles goed af. We vragen de buurt om een beetje op te letten. We geven de buurt ook informatie van dan en dan zijn we weg. En wij hebben een buurt-app.